Een palmboom in de hotellobby is het enige wat refereert aan de rittenwedstrijden in het zonnige zuiden. Vanaf morgen is het opnieuw vechten tegen de natuurelementen en tegen de concurrentie. Vorig jaar won Peter van Petegem voor de tweede opeenvolgende keer de omloop het volk. Hij sprong weg uit een kopgroep van zeven met onder meer Museeuw en Van Heeswijk. Max van Heeswijk, toen rijdend voor Rabobank, nu bij Mapei. Ik zat in een hele mooie groep en net de laatste kazaaistok zat ik daar op kop en Petegem nummereerde van achter mij. En op dat moment kon ik gewoon niet mee. En ik hoop dat dit jaar misschien anders gaat verlopen. Van Petegem, anoniem in de voorbije rittenwedstrijden, is uiteraard opnieuw favoriet. Peter is iemand waar je weinig zicht op hebt, omdat hij toch kan zich heel goed wegsteken. En dat heeft hij trouwens weer gedaan, maar zeker ook weer een kandidaat winnaar. Maar ook Johan Museeuw is een meester tacticus. Ik denk niet dat onze ploeg al klaar is om toe te slaan in het openingsweekend. Niet klaar? Oh, dat verrast me, want ja, Tom heeft toch twee wedstrijden gewonnen. Ik heb dan al een wedstrijd gewonnen. Ik denk dat Johan ook zelf wel goede vorm heeft. Johan is een beetje voorzichtig, denk ik, maar ik denk toch wel dat we er klaar voor zijn. Tom Steels won 3 jaar geleden al de omloop het volk en is sindsdien sterker en sneller geworden. Op een groepspurt rekent hij evenwel niet. Vooral die laatste kasseistoken hebben we toch al bewezen dat er, altijd een schifting doorgevoerd wordt. Maar we zijn al 2 jaar is men als eerste en tweede geweest op dat parcours, dus normaal moet het erin zitten voor de finale te kunnen rijden. Tja, wie wordt het? Steels, Van Heeswijk, Plankaert, Schmil, O'Grady, misschien wel Van Petegem voor een derde keer, of? Eén naam, wie wint? Johan Museeuw. Of Van Heeswijk een goede voorspeller is, weet de semi-klassieker van eerste categorie met start in Gent en aankomst in Lokeren. Met amper 6 buitenlanders op de erelijst is de omloop het volk bij uitstek een Belgische aangelegenheid. Vice-wereldkampioen Peter van Petegem, die het volk de voorbije 2 jaar won, staat opnieuw op de favoriete lijst. Op zijn 29 kan Peter van Petegem als eerste de omloop voor de derde keer op rij winnen, maar dat is niet zijn eerste ambitie. In de aanloop naar het nieuwe seizoen deed hij het bewust iets rustiger aan, met de bedoeling wat later te pieken. Ik heb nu 2 keer een omloop gewonnen en in 2K was ik tweede, dus het bewijs is er om toch een keer een grote wedstrijd te winnen. En ik wil nu echt de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, daar echt op een superconditie te zijn. Museeuw, Van den Broeke, Schmil, Steels, de meest geciteerde favorieten voor morgen. Van Petegem zelf tipt op Joop Plankaert, die hij een goede Ruta del Sol zag rijden. Ik denk, die jongen heeft heel veel reserves, vorig jaar weinig gekoerst. En die ligt echt gebrand op een prestatie en het is ook een beetje het jaar voor de waarheid van hem. Dus ik denk dat hij al echt een superconditie is. De omloop is de voorbije jaren zo'n beetje een mini-ronde van Vlaanderen geworden met 11 hellingen. Van Petegem kent het parcours als geen ander, maar ging de voorbije dagen toch nog verkennen. Die paar keer dat je toch die kasseien het gevoel weer terugkrijgen, het is lang geleden, dus dat is toch belangrijk een keer. Maar vergeleken met Parijs-Roubaix, ja. Vanaf nu tot en met Parijs-Roubaix zitten we alle weken op die kasseien. Dus tegen Parijs-Roubaix is dat geen problemen meer. Voor TVM is het ook jaar 1 na de Zwarte Tour. Misschien kan het ook sneller in de nieuwe uitrusting. Het is een nieuw logo, afgekeken van het Formule 1. In Antwerpen. Na het uitbreken van de zwaarste crisis die deze sport ooit heeft getroffen, is immers in ons land alweer een nieuw wielerseizoen begonnen. Van den Broeke versloeg medevluchter Wilfried Peters in de spurt. Vorig seizoen waren ze ploegmaats. Inmiddels is Van den Broeke verhuisd naar het Franse Cofidis-team. Dit zijn Bert Roesems, de Italiaan Christian Moreni en Steve Vermout. Zij blijven over van een vroege vlucht. Maar liefst 150 kilometer houden ze het vol vooraan. De bergjes komen vrij vroeg in de wedstrijd, maar de favorieten tonen zich er wel. Plankaert en Schmil zitten vooraan op de Eikenberg. Het bar slechte weer is trouwens een bondgenoot voor Schmil. Schmil hier beukend op de kasseien. Frank van den Broeke toont op zijn beurt op de Berendries dat de benen erg goed zijn. Op iets minder dan 25 kilometer van de aankomst valt de wedstrijd in een beslissende plooi. We krijgen 9 leiders, Fijs, Schmil en Plankaert van Lotto, Steels, Peters en Museeuw voor Mapei, Knaven en Van Petegem van TVM en Frank van den Broeke. De eerste die aanvalt is Johan Museeuw. Al een wonder dat hij erbij is, maar voor diegenen die nog twijfelen, Museeuw zal nog van zich laten horen dit seizoen.
En als Museeuw bijgehaald wordt, kist Van den Broeke zijn moment. Enkel Wilfried Peters zal het gaatje dichtrijden. Op de kasseien van Heiende, op 10 kilometer van de aankomst, blijven de achtervolgers hangen op 50 meter. Schmil krijgt de kloof niet dicht. Van den Broeke Peters spurten voor de overwinning en het is Frank Van den Broeke die de omloop het volk wint. Tom Steels wordt derde voor Schmil, Plankaart en Museeuw. Het Mapei-blok heeft verkeerd gehoopt. Toen Dan Frank de laatste 15 kilometer aanviel, ben ik er naartoe gesprongen. Maar eigenlijk was ik al een beetje verloren. Maar in mijn binnenste droomde ik natuurlijk wel van de zee. Achteraf kunnen zijn, hij had het moeten van op kop dichtrijden, maar daar kunnen we nu niet meer aan terug. Hij zal nooit gedacht hebben, als hij zich in het wiel van den Broeke zette, die houdt stand tot op de meet. Nee, wij gingen er ook eerst vanuit, dat is een goede situatie. De mannen van Lotto, van TVM, moeten nu het werk gaan doen. Maar ja, ze reden allemaal verder weg. En op dat moment wordt het moeilijk om nog iets gaan recht te zetten. Museeuw, Peters, Steels zijn allemaal nou vrienden. Alleen maar nu in de koers is geen vriendschap. Ik maak mijn koers zo. En vandaag heb ik met mijn been gewonnen. En, ja, ik denk als ze hadden gekund, waren ze meegekomen. Maar ik rijd misschien veel te rap. Dominique van Droost-Monami is uitgeschakeld. Tweede wedstrijd van het Belgische wielerseizoen. Karel van Nieuwkerk.